Goede muziek is gewoon tijdloos. Tijdloze muziek, dat is Charlie Parker. En hij hoort gewoon bij de ultieme muzikale talenten van de muziekgeschiedenis. Hij is gewoon een van de cats, zou ik maar zeggen. En dat zit hem in zoveel dingen, dat hij de essentie laat horen. Hij was natuurlijk een enorme virtuoos, maar daar ging het hem totaal niet om. Ook bij dit programma wat ik mag spelen. Het zijn allemaal mooie ballads. En ja, je moet vooral naar het origineel ook een keer gaan luisteren. Maar hij speelt dat zo verschrikkelijk relaxed en zonder iets te bewijzen. Hij vertelt gewoon een verhaaltje. En dat, ja, dat is denk ik de essentie van hele goede muziek. Het is alleen maar het verhaal wat het er doet.